Hoi, goed dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog en alweer de laatste vlog over mentale kracht. Ik ben Wout van Doren en een van de leefstijlcoaches bij Duurzaam Gezond Inzetbaar. En ik ben werkzaam op de locatie Roosendaal bij het Korps Commandantroepen. In de aankomende 2 minuten wil ik het graag met jullie hebben over stress en ademhaling. Ik wil je graag meer inzicht en bewustwording geven over de waarde van een goede ademhaling en de invloed die je hier zelf op hebt. Ademhalen is iets wat we gelukkig heel automatisch doen, zonder erbij na te denken. Je ademhaling heeft veel effect op je lichaam en geest. De hartslag volgt zelfs je ademhaling. In het algemeen zijn we te snel gaan ademen door een opgejaagd en druk leven. Stress heeft effect op je ademhaling en je ademhaling heeft ook een effect op je stresslevel. Een snelle ademhaling is als reactie op een stressvolle situatie positief en effectief, maar op de langere termijn niet en kost het je eigenlijk alleen maar energie. Graag deel ik nog 3 tips met je om beter met je ademhaling om te kunnen gaan en dus minder stress te ervaren. Tip 1. Krijg inzicht in je eigen ademhaling door te onderzoeken hoeveel ademhalingen je hebt in 1 minuut. Probeer zittend op een stoel tijdens het timen een ademhaling toe te passen die je normaal ook hebt. Een gemiddeld persoon in rust heeft tussen de 6 en 10 ademhalingen per minuut. Tip 2. Gebruik je eigen ademhaling als een soort afstandsbediening om je stresslevel mee omlaag te kunnen brengen. Probeer bij stressvolle momenten en wanneer er vanuit het denkbrein hard wordt gewerkt en je gedachten dus alle kanten op gaan, je rust te hervinden door je buikademhaling te volgen met je aandacht. Dit gaat het gemakkelijkste door je handen op je buik te leggen en je ogen te sluiten. Tip 3. Creëer dagelijks een moment waarop je bezig gaat met een rustigere ademhaling. Er zijn ook verschillende apps voor om je hierbij goed te kunnen ondersteunen. Probeer zo'n ademhalingsoefening, zo'n moment te plannen, bijvoorbeeld voordat je gaat slapen of wanneer je wakker wordt. En wanneer je dat doet, zul je meer rust en energie kunnen gaan ervaren en kun je er zelfs beter van gaan slapen. Er zijn heel veel verschillende soorten ademhalingsoefeningen met ook weer verschillende effecten. Maar om naar een rustigere ademhaling te kunnen gaan, kunnen we de volgende oefening doen. Dit is een ademhalingsoefening waarin je in 4 tellen inademt en in 8 tellen uitademt. 8 tellen is best wel lang, is voor sommigen best wel moeilijk, dus we bouwen hem rustig op. Inademen doe je straks via de neus. Uitademen doe je via een getuite mond. Na een uitademing is er een korte pauze, gevolgd door een nieuwe inademing. Wanneer je dit hebt gedaan, zul je merken dat je in 1 minuut al veel minder ademhaalt en dus rustiger bent geworden. Dit was alweer de laatste vlog over mentale kracht. Graag draag ik mijn stokje over aan leefstijlcoach Cynthia Kluimans. Zij gaat jullie meer vertellen over voeding in de volgende vlog. Dus Cynthia, vertel ons eens. Waar moeten we rekening houden met betrekking tot onze voeding in deze tijden? Please hang up and try again.